hier midden in de NDSM-loods, de oude scheepsbouwloods op de NDSM-werf eigenlijk. Daar is het ei. En de reden dat we hier staan is om ook te laten zien dat het onderwijs overal is. Ik ben Eva van Seur en ik ben oprichter van Klein Amsterdam samen met Rick en Berit. En vandaag hebben we een vlag geplant op de plek waar wij gaan vestigen als basisschool Klein Amsterdam vanaf augustus 2018. Wat super leuk dat jullie er allemaal zijn op woensdagmiddag. We hebben een zonnetje geregeld en ik ben ook super blij dat er ook wat kleine Amsterdammers vandaag vertegenwoordigd zijn. We zijn al met schepjes in de weer en bouwhelmen. Stel je voor dat je een school mag beginnen, hè? Helemaal vanaf nul. Wat zou je dan doen? Weet je, hoe zou dat eruit zien? Hoe zou je willen dat kinderen zich door je school bewegen? Of hoe wil je dat leerkrachten zich voelen als ze naar hun werk gaan? Hier komen een aantal dingen samen die ik heel belangrijk vind. En wat is dat allemaal? Nou, in de eerste plaats omdat het mij de gelegenheid biedt om een enorm compliment te maken aan jullie, aan de initiatiefnemers van deze school. Want dat is... Het lijkt zo makkelijk. Ik heb ook een goed idee voor een school. Nou, kom, gaan we doen. Maar dat is het echt niet. Klein Amsterdam is de basisschool waar je leert van het leven zelf. Dus niet alleen uit boeken en niet alleen vanuit methodes, maar juist door het leven van alle dag, de dynamiek van de omgeving. En zo kun je kinderen veel beter voorbereiden ook op het zich zelfstandig bewegen in die wereld. Eigenlijk leiden wij op Klein Amsterdam oorspronkelijke ruimdenkers op en ondernemende doeners. Wij zijn begonnen met dit plan eigenlijk 2 jaar geleden al. En het is keihard werken en het is steeds bij elke regel, hobbel of beslissing heel hard nadenken van is dit het juiste om te doen? Is dit waar het onderwijs beter van wordt? Ik word heel gelukkig van dit project. En ik moet zeggen dat ook de laatste tijd word ik er nog gelukkiger van. Want wij hebben heel lang maar met z'n drietjes aan de tekentafel gewerkt. En nu gaat het leven. Nu heb ik elke dag ouders aan de telefoon die overwegen hun kind naar Klein Amsterdam te doen. Het idee dat je voor die kinderen echt gewoon de komende 8 jaar een plek kunt bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze nieuwsgierig mogen zijn, waar ze kunnen onderzoeken, waar ze kunnen leren. En dat op de best mogelijke manier te kunnen doen, daar word ik wel echt heel gelukkig van.